Bestellingen. Elke chef weet, elke horecamedewerker weet die verantwoordelijk is voor bestellingen, dat er een zeer groot verschil is tussen het opstellen, opmaken van een bestelling en het doorgeven van een bestelling. Hier kan je heel veel geld verdienen of verliezen. Elke euro die je bespaart bij het plaatsen van een bestelling is 1 euro zuivere winst. Dus je hebt er alle belang bij om je bestellingen zo juist mogelijk te calculeren. Dit kan je aan de hand van de smartrecepten en het bestelsysteem in de getallen. We gaan even kijken. Het bestelsysteem bevindt zich langs de foodkostkant in het rekensysteem van de getallen. We klikken op een van de velden en we zien dat die velden hierboven weer tevoorschijn komen. Hier gaat het om bestellingen. De eerste stap die we moeten doen of zetten is het berekenen van de hoeveelheid die we willen bestellen. Stel dat we aardappelpuree nodig hebben in een bepaalde bereiding of bij bepaalde bereidingen, dan kunnen we aan de hand van het courantenrecept dat we meestal klaarmaken in ons restaurant, gaan berekenen hoeveel we precies nodig hebben. Dat kan dezelfde hoeveelheid zijn, maar het kan ook een andere hoeveelheid zijn. Stel dat je 7 kilogram wil bestellen of nodig hebt in een restaurant of voor een bepaalde periode, wel dan kan je dat gewicht gewoon ingeven en worden de hoeveelheden automatisch berekend. En hier zit enorm veel winst in, omdat je nu precies weet hoeveel je nodig hebt, hoeveel je wil bestellen bij je leverancier. Elke euro uitgegeven, zoals ik er net zei, is 1 euro die we natuurlijk netto op de bankrekening kunnen zetten. Hoe gaat het nu in de praktijk in zijn werk? Je kan het doen op twee manieren. Op de eerste plaats heb je de bestellijst die je moet aanmaken. We maken hier een bestellijst aan, bijvoorbeeld test. Slaan we op en nu gaan we de bestellijst openklikken. We zien de bestellijst tevoorschijn komen. Je kan een heleboel opmerkingen hier nog bij zetten. Uiteraard waar het moet geleverd worden, voor wie het is. Opmerkingen zouden kunnen zijn dat het aan de achterdeur wordt afgezet of eventueel een telefoonnummer dat handig is voor je leverancier om je te bereiken, mocht je niet aanwezig zijn of dat je bijvoorbeeld een uur op voorhand wilt gecontacteerd worden. We gaan terug naar ons basisrecept van de puree waar we een bestelling van willen plaatsen. We hebben gezegd dat we 7 kilogram nodig hebben. We maken er eventueel 9 kilogram van, drukken op enter en de hoeveelheden worden automatisch herberekend. We voegen nu alles toe aan onze bestellijst. Even kijken naar de bestellijst. Als we deze openklikken, dan zien we de hoeveelheden die we nodig hebben voor onze bereiding hier terug tevoorschijn komen. Dus wat hebben we nodig? We hebben nootmuskaat 7 gram nodig. We hebben aardappelen geschild, hebben we 6 kilogram 813 nodig voor de hoeveelheid die we willen klaarmaken. En gaan zo maar verder naar beneden in de lijst. Wat nu interessant is bij dit systeem, is dat er niet alleen wordt opgeteld bij al de aardappelen, boter en zout, hoeveel je nodig hebt vanuit de andere recepten, dat gaan we even zien, maar dat er ook wordt rekening gehouden met de echte bestelling die je moet plaatsen bij je leverancier. Bij aardappelen die geschild zijn, hebben we vooraf berekend in onze ingrediëntenlijst dat we 21% waste hebben. Wel, die hoeveelheid moeten we natuurlijk terug bij onze aardappelen optellen om een bestelling, een juiste bestelling te kunnen plaatsen. En dan zien we dat we hier een gewicht krijgen van 8 kilogram 684 dat we moeten als bestelling plaatsen bij de leverancier. We zien dat de aardappelen geleverd worden in kilogram, in zakken of in bakken, maar we kunnen ze in elk geval per kilogram aankopen. Dus als we 8 kilogram nodig hebben, dan zullen we bij onze leverancier waarschijnlijk 9 pakken, 9 hoeveelheden van die aardappelen krijgen, in dit geval 9 kilogram. We gaan een andere bestelling plaatsen. Stel je voor dat we naar een vleesgerecht gaan en je verkoopt balletjes in tomatensaus. Je ziet dat hier de hoeveelheden van ingrediënten veel groter is dan bij puree die je gebruikt in dit recept. Dus dit zou qua rekenwerk, omrekenwerk naar de juiste hoeveelheid, een heel moeilijke opgave worden. We stellen hier bijvoorbeeld de hoeveelheid in die we willen klaarmaken voor een bepaalde periode in ons restaurant, 5 kilogram. En ook hier gaan we alles toevoegen. Als we nu gaan kijken naar onze bestellijst, dan zien we uiteraard dat die veel langer is geworden en dat er veel meer ingrediënten aan toegevoegd zijn. Wat belangrijk is, is dat nu in deze bestellijst alles van zout in de verschillende bestellingen die we plaatsen wordt opgeteld. Datzelfde geldt uiteraard voor de uien, voor het spek, voor de boter enzovoort. En dat is natuurlijk zeer interessant. Op deze manier krijg je hoeveelheden die je aan de leverancier kan doorgeven. Hier zien we bijvoorbeeld dat we een varkensgehakt of gehakt bestellen, rundgehakt, voor onze balletjes te maken. Dat is 1 kilogram 384. We rekenen er een klein verlies bij, dus we moeten eigenlijk 1 kilogram 419 bestellen bij de beenhouwer. En het wordt geleverd in kilogram, dus in kilogram pakken. Dus zullen we ongeveer 2 kilogram ontvangen. Je zal dikwijls ondervinden dat de bestelhoeveelheden, en dat is zeer belangrijk, groter zijn dan de hoeveelheden die je nodig hebt. Dat kan je corrigeren door je bestelling aan te passen, door te communiceren met je leverancier. Maar het is in elk geval, in sommige gevallen, een zeer grote besparing. Het gebeurt dikwijls dat bij groothandels de bestelling in grote verpakkingen moet geplaatst worden. Verpakkingen die veel te groot zijn qua hoeveelheid die we nodig hebben in ons restaurant. Waarom zou je 1 kilogram gerookte Serrano gaan bestellen als je bijvoorbeeld maar 250 gram nodig hebt? Daar zie je ook het verschil tussen de waarde van de bestelling die je berekend hebt en de bestelling die je nodig hebt om je ingrediënten te hebben om je gerechten klaar te maken en de leverbestelbon, waar natuurlijk de hoeveelheden dikwijls afwijken van hetgeen dat je werkelijk nodig hebt. Dus hou er zeer goed rekening mee dat die hoeveelheden dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld hier zien we dat we 1 gram peper nodig hebben. We krijgen dat binnen in zakken van 1 kilogram. De vraag die zich hier stelt, moeten we dat bestellen of kunnen we die bestelling nog uitstellen tot een volgende keer? Je kan de bestelling ook op een andere manier berekenen, wat het nog eenvoudiger maakt. Als je naar de kaartrecepten gaat kijken, of naar de kaartrecepten wandelt, dan zou het kunnen dat je de balletjes in tomatensaus al hebt verrekend in een bepaalde kaartrecept. We gaan kijken naar onze vleesrecepten. Stel je voor dat de balletjes in tomatensaus berekend hebt met frieten. Wel, dan kunnen we dit nu gaan berekenen. We klikken het even open. We gaan kijken naar de bestelling. Hier hebben we onze basisrecepten die we hebben opgehaald uiteraard in de keukenrecepten. We hebben hier geportioneerd en zien dat we een hoeveelheid willen serveren van 450 balletjes, 300 friet en 40 gram mayonaise. En we zien dat we een verkoopprijs hanteren van €13,50. 12% wat we verliezen aan BTW. Dus we hebben hier een foodkostpercentage van 26,92. Wat behoorlijk hoog is voor een recept van deze aard. Dus we zouden het misschien kunnen over nadenken om onze verkoopprijs hier te verhogen. Dat is nu niet zo belangrijk. Geven we er brood bij, dan zien we wel dat we in de problemen geraken. Brood en boter kosten vlug veel geld. 60 tot 80 cent rekenen we gemiddeld en we zien dat we dan wel in de problemen geraken. Dus zeker hier moeten we kijken naar onze foodkosten of eventueel de verkoopprijs aan te passen. We zetten dit even op 0 en dan blijft de foodkost hetzelfde. Maar we willen het klaarmaken met puree. Dus wat gaan we dan doen? We gaan kijken naar onze vleesrecepten en we kunnen dit recept nu kopiëren. Het recept dat we kopiëren kunnen we aanpassen. De frietjes gaan we verwijderen. En daar kunnen we puree van maken. De puree geven we ook 300 gram. Enter. In deze plaats gaan we kijken naar de invloed. En we zien dat gewoon door een verandering dat we onmiddellijk het resultaat hier zien van 6% punten winst in onze foodkost, gewoon door een kleine aanpassing van puree. En dat is natuurlijk zeer belangrijk om hier rekening mee te houden in de verkoop. Als we een feest bijvoorbeeld afspreken of een dagmenu samenstellen, we gaan uiteraard onze naam hier aanpassen. En ons recept is klaar om gecalculeerd te worden. Stel dat we dit willen inzetten als dagschotel en we weten dat we ongeveer 20 personen of 30 of 40 dagschotels per dag verkopen, dan kunnen we deze hier veranderen. We zien nu de hoeveelheid die we in totaal gaan nodig hebben aan puree, aan balletjes in tomatensaus en aan mayonaise die we zelf maken in ons restaurant. En ook dit kunnen we nu in zijn totaliteit toevoegen aan onze bestelling. Dus dit is super gemakkelijk als je werkt met de dagschotels of met afgewerkte gerechten of met eventueel buffetten of buffetformules als cateraar. Dus hier kan je in één klik je hele bestelling, wat ik nu ongetwijfeld dus 2 keer zal gedaan hebben, toevoegen aan je bestellijst. We gaan kijken, de hoeveelheden zullen uiteraard verhoogd zijn en op deze manier wordt ons gehakt opgeteld en je ziet dat er een behoorlijke hoeveelheid bij ons gehakt is opgeteld. 9 kilogram inpakken van 1 kilogram dat het zal binnenkomen. Dus we gaan 10 pakken. De vraag die zich stelt, oh, we hebben maar 82 gram, te veel hier bij de verpakking of de bestelde hoeveelheid. Dus misschien zijn we met 9 pakken. Hebben we aan 9 pakken te bestellen, hebben voldoende. Dus dat zijn belangrijke correcties en belangrijke zaken die je kan checken bij je leverancier. De leverancier krijgt de bestelling binnen en hij kan ze hier sorteren op productgroep. Bijvoorbeeld alles wat met groenten te maken heeft. Op deze manier kan je ze pdf'en en naar leveranciers doorsturen. Je kan ze sorteren eventueel op leverancier en zo de leveranciers van elkaar scheiden. Hier druk je de bestelling af en ze komt dan tevoorschijn. Leverancier, de productcategorie, eventueel wat hier niet ingevuld is, de productcode, morsebit, wat we nodig hebben voor onze balletjes en hoeveel we nodig hebben en hoeveel eenheden we eventueel zullen ontvangen bij de levering. We kunnen hier checken of alles in orde is wat de HACCP betreft. Dus qua temperatuur en verpakking. We kunnen het document dus tijdens bewaren om aan te tonen dat we de bestellingen of de leveringen controleren op HACCP-normen. Dus het bestelsysteem is zeer eenvoudig om te gebruiken. Alles is even winnen, maar je gaat er zoveel geld mee verdienen en zoveel geld mee kunnen uitsparen dat het zeer belangrijk is om ermee aan de slag te gaan. Eén ding laat ik je nog zien, mocht je bij de bestellingen die je plaatst, en we gaan even terug naar ons runs gehakt, door de frigo lopen en zeggen, ik heb nog wat gehakt liggen, wat ik eventueel kan gebruiken, want dan kan je die hoeveelheid, die voorraad, daar uiteraard nog corrigeren. Maar het zou even goed kunnen zijn dat je ziet nu je hoeveelheid van 9 naar 7 kilogram gaan, maar het zou kunnen dat je voor een andere bereiding eventueel nog 5 kilogram extra nodig hebt en dat je die terug bij de bestelling kunt optellen. Deze bestellijst komt trouwens ook tevoorschijn op je iPad als je die open doet. Dus wat is het werksysteem of de logica van het werken? 1. Je bestelling berekenen. 2. Gaan kijken in de voorraad wat hebben we nog liggen en wat hoeven we eventueel niet te bestellen. En dan de derde stap is te kijken of de bestelhoeveelheid wel overeenkomt met de hoeveelheid die we nodig hebben. Bijvoorbeeld hier weer 75 gram suiker dat we nodig hebben. Het komt in pakken van 1 kilogram binnen. Hebben we dan wel die suiker nu al nodig in onze bestelling? Ik hoop dat deze kleine micro-opleiding ook weer nuttig was voor jouw getallen. Ga hierin verder. Heb je vragen, dan horen we die zeer graag. Mail ze eenvoudig naar contact@degetallen.eu en we antwoorden je zo snel mogelijk. Je kan ons ook telefonisch bereiken of via Facebook. Alvast veel succes met je rekenwerk.